Hey, geluksvogel. Wij bieden tijdelijk 30 euro korting aan op de beste examentraining van Nederland, namelijk Eindsprint. Bij het aanschaffen van een training hoef je alleen maar DigiStudies in te voeren als kortingscode en hoppa, 30 euro bespaard. Welkom bij een nieuwe video van DigiStudies. In deze video beginnen we met het onderwerp de afweer van het organisme, het lichaam. We zullen in de volgende 5 video's stap voor stap door de werking van het afweersysteem gaan. Maar nu, in deze video, beginnen we met de basiskennis van het afweersysteem. En dat gaat over welke verschillende manieren van afweer je hebt en wat de begrippen antistof en antigeen inhouden. Het afweersysteem van het menselijk lichaam wordt ook wel het immuunsysteem genoemd, immuunsysteem. Dit afweersysteem is gericht op het beschermen van het lichaam tegen binnendringen van ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen, of, als deze eenmaal binnen zijn, door het onschadelijk maken van deze binnendringers. Dan wordt je lichaam dus niet ziek en blijf je beschermd. Er zijn verschillende organen en cellen betrokken bij het afweersysteem. En daarom ook zijn er verschillende barrières van de afweer. 1. Allereerst is er een niet-specifieke afweer. De naam zegt het al. Deze vorm van afweer richt zich tegen alle binnendringers en ziekteverwekkers. Dit is de globale afweer van het lichaam. De externe niet-specifieke afweer. Deze vorm van afweer bestaat extern uit de huid en de slijmvliezen. De huid is een gesloten orgaan en ziekteverwekkers kunnen er moeilijk doorheen. Het slijmvlies in de luchtwegen en de darmen brengen bacteriën van de luchtwegen naar de keelholte waar de bacteriën worden gedood. Naast deze externe niet-specifieke afweer is er ook een interne niet-specifieke afweer. Een interne afweer die alles te lijf gaat en niet één specifieke vijand. Deze interne afweer bestaat uit witte bloedcellen, namelijk de macrofagen, de granulocyten en de natural killer cellen. Macrofagen, granulocyten en natural killer cellen. Deze witte bloedcellen zullen ofwel de ziekteverwekker zelf in het lichaam opruimen, of de door deze ziekteverwekkers aangetaste lichaamscellen opruimen. In een volgende video bekijken we wat deze cellen nu precies doen. Tot zover in het kort de niet-specifieke afweer, nu dan de specifieke afweer. Deze afweer richt zich niet op alle, maar op specifieke ziekteverwekkers. Deze specifieke afweer doet dat door bepaalde cellen van de niet-specifieke afweer te activeren ter bestrijding van een specifieke ziekteverwekker. Deze bepaalde cellen die in de specifieke afweer functioneren zijn de B-lymfocyten en de T-lymfocyten. In een volgende video komen we uitvoerig terug op de werking van deze rakkers. Goed, nu even dit. Nou kan ik me voorstellen dat je deze stof ook wil repeteren, wil oefenen met oudere examens of recente examens. Ga dan naar eduvideo.nl, eduvideo.nl. Je ziet het hier voor je. Dan tref je daar een leraar aan die dat helemaal met jou gaat behandelen en uitleggen. Fantastisch, eduvideo.nl. Een antigeen is een lichaamsvreemde stof die in het lichaam aanzet tot vorming van antistoffen. Dus een antigeen is een lichaamsvreemde stof, die komt van buiten, die in het lichaam aangekomen, aanzet tot vorming van antistoffen. En antistoffen zijn lichaams-eigen stoffen, want worden gevormd binnen het lichaam, die reageren op dat antigeen. Een ziekteverwekker die in het lichaam binnenkomt, lichaamsvreemd dus, draagt een antigeen met zich mee. En het lichaam maakt dan antistoffen die reageren op dat antigeen. Een antistof is een eiwit dat een belangrijke rol speelt in de afweer tegen ziekteverwekkers. Wanneer er antistoffen in het bloed worden aangetroffen, kan dit aangeven dat er sprake is van besmetting. De antistoffen worden namelijk alleen gevormd als er antigenen van ziekteverwekkers aanwezig zijn in het lichaam.
Er bestaan in het lichaam cellen die een antigeen van een ziekteverwekker herkennen, aan zich binden en vervolgens presenteren aan T-lymfocyten, de cellen van de specifieke afweer. Die cellen die zo'n ziekteverwekker herkennen en presenteren, heten APC's, ofwel antigeen-presenterende cellen. Op deze manier kan dan de specifieke afweer actief worden om deze specifieke ziekteverwekker op te ruimen. Weg ermee, hartstikke idee. Ja, dit was de video over, zeer in het kort, de verschillende vormen van afweer in het lichaam en de begrippen antigeen en antistof. Hoe de cellen van de niet-specifieke afweer en de specifieke afweer dan precies die ziekteverwekkers gaan opruimen, dat zullen we in een volgende video bespreken. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en mocht je iets niet begrijpen, laat dan een vraag achter bij de comments. Maar het kan ook dat het antwoord al wordt gegeven in de volgende 4 video's over het afweermechanisme. Dus laat deze ook eerst even rustig over je heen komen. Tot straks.